Goedemorgen, het is vandaag zondag en vandaag is Valentijnsdag, maar daar doen we eigenlijk niet zoveel mee, want we hebben natuurlijk gisteren al onze overnachting gehad en voor ons is eigenlijk altijd de 15e, ja, een wat meer speciale dag, omdat we toen officieel verkering met elkaar kregen, 12 jaar geleden. Dus Valentijnsdag, ja, het is leuk, maar voor ons geldt het dat gewoon iedere dag Valentijnsdag moet zijn en niet alleen op zo'n commerciële dag dat zo is. Dus wij gaan alsnog genieten van deze dag. We gaan zo meteen lekker even naar buiten. Want vandaag is dus ook de laatste zonnige dag van de week. En ook dus de laatste sneeuwdag, denk ik, van de week. Omdat vanaf morgen weer regen staat voorspeld. En voor de rest van de week ook boven de 5 graden zal worden. Dus sowieso zal het ijs dan verdwijnen. En de sneeuw natuurlijk ook. Dus wij willen daar nog wel eventjes van gaan genieten. Dus mijn schoonmoeder komt straks deze kant op. Dan ga ik met haar even wandelen. Want volgens mij ging Ben straks voetbal kijken. Maar dat weet ik niet zeker. En hij is nu met Nela aan het sleden. Ik ben met Joontje hier aan het chillen. Ga zo meteen even stofzuigen nog. En dan wil ik echt even naar buiten. Want ik word helemaal gek van binnen zitten. En het is zulk lekker weer. Dus daar willen we optimaal van gaan genieten. Dus dat gaan we doen. Auw. Echt. This is your balloon. Kom, pak hem maar. Het is nu al ietsjes later. En ik zit nu samen met mijn schoonmoeder, die jullie niet zien. Die zit net achter het stuur. Tenminste, we staan net op de parkeerplaats bij een strandje, zeg maar, in Lelystad. En daar gaan we lekker even wandelen. En misschien het ijs op, als het nog te doen is. Dus dat gaan we eventjes bekijken. Handschoenen aan. Warm aankleden. En dan gaan we. Kom maar. En goed zo. Goed vasthouden. Handje vast. Ja, ik ga je slee pakken. Is makkelijker, toch? Slee. Is het leuk? Ja. Ja, vind je het leuk? Gaan we nog iets verder? Ja. Is wel. Wel? Ja, dat is wel. Ik oma daar lopen. Nela. Daar is oma. Dag. En vandaag is klusjesdag. Dwayne en ik die gaan aan de slag zometeen in een nieuw huis. En Dwayne die heeft, zeg maar, de kozijnen beneden heeft hij zwart gemaakt. En we wilden ook de deuren zwart maken met dezelfde verf die we hebben gebruikt voor de keuken. Maar we hadden dus ook een primer moeten gebruiken. Want nu pakt het op een bepaald gedeelte, zeg maar, van de kozijnen pakt het niet. En dat fladdert er al helemaal af. Dus eigenlijk is Dwayne nu gewoon 2 dagen vorige week voor niks bezig geweest. Dus dat is best wel balen. We gaan gewoon kijken of we het kunnen corrigeren. En zo niet, dan gaan we het gewoon toch weer wit maken. En dan houden we het gewoon zo. En dan gaan we er niks mee aan doen. Want ik word helemaal gek van dit soort dingen die dan tegenzitten. Dat je er tijd in steekt. En dat het eindstand dan gewoon niet lukt zoals je wil. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, ik ga in ieder geval straks beginnen aan de wand. Met een hele mooie koffiecream kleur. Ik ga het jullie straks laten zien. Dat wordt echt een heel mooi plaatje. En dat is ook echt heel veel werk. Want het moet met een blokkast gedaan worden. Dus ik ga snel die kant op. En dan gaan wij lekker kwasten. Nou, ik ben net aangekomen bij het huis. De kleur is echt amazing. Ik zal even de muur laten zien. Dit is de kleur muur nu. En dit is de kleur die het gaat worden. Het zal nog wel ietsjes lichter worden dan in het dop. Want het is natuurlijk nu nat. Maar you get the point. Ja, helemaal zin in om deze muur te gaan omtoveren tot een koffiecreme kleurige lange wand. Ja. Kwestie van drogen en dan gaat morgen de tweede laag erop. En nu zul je denken van wow, dat ziet er echt niet uit.
Maar wait and see. Dit wordt echt heel nice. Dus de laatste stukje nog. En dan hebben we het weer gehad voor vandaag. Good morning. Het is de volgende dag. En Dwayne en ik gaan vandaag verder met de muren en het verven. We moeten ook even langs de grofvuil om wat dingetjes weg te brengen. En dan hebben we in ieder geval het grootste deel al klaar. Er komt iemand deze week ook nog verven. Tenminste voor de kozijnen hier achter mij. Want daar waren we zelf aan begonnen en dat is niet helemaal goed gegaan. Dus dat wordt even gecorrigeerd. En wat we verder nog moeten doen eigenlijk de komende dagen is de kast voor de kleding, garderoberuimte zeg maar in elkaar zetten. Wayne gaat ook nog een wandje en zo hier plaatsen. Een gipswandje gaat hij maken. Dus het scheelt dat we, tenminste vooral dat Dwayne heel handig is en veel zelf kan. Ik kan alleen verven, dat vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. Maar ja, dingen in elkaar zetten, dat is niet helemaal mijn ding. Dus ik geef dat allemaal liefst uit handen. Maar die garderobekast kan ik op zich wel bij helpen. Maar dat gaan we gewoon één deze dagen dan doen. Maar in ieder geval het grootste deel is zo goed als af. Dus daar ben ik blij om. En dit is het uiteindelijke resultaat van de muur die we hebben geverfd. Hij heeft 2 lagen gekregen. Dus gisteren hadden we laag 1 aangebracht en vandaag laag 2. En het is kalkverf. Ik kreeg al best wel veel vragen via Instagram over de kleur en hoe we dit hebben gedaan. Want het is best wel een techniek die erbij komt kijken. Het is van dit merk, Pure and Original. Ik zal even een linkje voor jullie zoeken. En hem dan onder in de beschrijving zetten. Want echt mijn DM stroomde over met de vraag naar de kleur precies en waar ik het heb besteld. Coffee cream. Echt een hele mooie, perfecte, ja, beetje beige, zandkleurige tint voor de muur. Want dit was gewoon echt heel wit. En wij wilden er wel een beetje leven in brengen. En hier zie je een beetje wat ik bedoel met de techniek die we hebben gebruikt. Het is een kalkverf, dus dan moet je het echt heel anders kwasten. Je gaat niet met een roller over de muur, maar echt met een blokkwast. En dat doen we dus 2 keer. Dus dan dit is eigenlijk de tweede laag, die hebben we dan meer aangedund. En dan krijg je dit effect wat een beetje op die betonlook lijkt, die we ook thuis hebben. Dus wij zijn heel blij, want dit is de eerste keer dat we dit hebben gedaan. En ik ben eigenlijk wel heel trots, vooral op Dwayne, want die heeft de tweede laag gedaan. En dat is wel echt heel mooi geworden nu. Dus helemaal happy. En nu is Dwayne hierachter bezig met de keuken. We hebben net ook deze wand geverfd. In dezelfde kleur die we ook in de woonkamer hebben. En dan loopt het zo door bij de ingang zeg maar, van de keuken. En hier komt trouwens geen deur. Dit is gewoon echt zo'n opening eigenlijk naar de woonkamer. Wij zijn inmiddels weer thuis. Terug van een lang dagje klussen. En ik ben helemaal gaar. Mijn ogen die branden ook gewoon. Omdat je natuurlijk de hele tijd geconcentreerd aan het verven bent. Dus ik ga als de kindjes in bed liggen ook denk ik even een momentje in bad. En eerst gaan we nu eten. Ik heb in de oven en overschotel gedaan. Heel makkelijk. En dan gaan we straks lekker aan tafel. Maar goed, in ieder geval blij dat we heel veel hebben kunnen doen vandaag. En je merkt wel dat het veel fijner is om dit te doen allemaal, zoals verven en zo, wanneer de kindjes er niet zijn. Want anders word je ook continu afgeleid. En nu kunnen we gewoon echt even doorpakken steeds. En vrijdag zijn we ook weer kindloos. Dus dan kunnen we ook gewoon weer de hele dag even klussen in het huis. En hebben we ook een afspraak staan bij de aannemer voor het nieuwe huis. Dus die hierna komt, dat huis. En daar hebben we trouwens ook een vergunning voor gekregen. De buren kunnen even nog bezwaar maken volgens mij. Maar dat is volgens mij binnen een termijn van 6 weken. Maar in ieder geval is de gemeente akkoord met de kleur die ik jullie in een van mijn laatste vlogs heb laten zien. Dus de zwarte gevelsteen bedoel ik. Dus dat is in ieder geval een begin dat we een go hebben gekregen om te gaan bouwen. Dus kunnen we daar ook gewoon weer mee verder. En kunnen ook stapjes zetten in dat proces van een nieuw huis bouwen. Want we moeten bij de aannemer natuurlijk ook wat dingetjes uitkiezen en doorgeven nog. Dat komt er in de tussentijd ook nog bij kijken. Dus Dwayne en ik hebben heel veel dingen nog te doen. Maar het zijn wel leuke dingen. En ik krijg er ook wel weer heel veel energie van terug om met dit soort dingen bezig te zijn. En de ovenschotel is klaar. Heerlijk met aardappel, kipswarma, paprika, broccoli, wortel zit er doorheen. En nog gewoon heel simpel die aardappel, anders saus heb ik er een beetje doorheen gedaan. Dus dat is het.
Het is inmiddels de volgende dag. Wij hebben gisteren, zoals ik al zei, flink geklust in het huis. En vandaag ben ik thuis met Nela en mijn nichtje is hier ook, Janee. En mijn moeder is ook beneden om eventjes op te passen. Ik ben net bezig geweest met content maken voor mijn nieuwe Bambino Kerman & Dilstra collectie. Die bij Kruidvat verkrijgbaar zal zijn vanaf volgende week. En dat is iets waar ik een beetje stil over ben geweest de afgelopen tijd. Ik had wel al wat sneak peeks laten zien via Instagram. Maar via YouTube heb ik volgens mij nog niks erover gedeeld. Ik heb dus samen met Bambino een eigen babycollectie mogen ontwikkelen. En best wel een grote collectie ook. Een unisex collectie, een meisjescollectie en een jongetjescollectie. Dus eindelijk zijn er onwijs leuke spulletjes nu ook verkrijgbaar bij Kruidvat voor Boys. Want dat is wel iets wat ik persoonlijk altijd mis als ik voor bijvoorbeeld jongetjes iets ga kopen, een cadeautje, dat ik dan net geen leuke collecties kan vinden. En nu hebben we dus voor jongetjes ook echt een hele gave collectie gemaakt. Dus daar ben ik ook heel trots op. En voor meisjes, ja echt, ik ben helemaal blij ermee. Dus ik ga het jullie gelijk even laten zien. Want ik heb alles natuurlijk al uitgestald hier. Tenminste, niet alles is dit. Het is wel een groot deel van de collectie. Dus ik ga het jullie gewoon eventjes laten zien wat ik heb gecreëerd samen met Bambino voor het Kruidvat. Het is echt al heel veel later op de dag. En je zal denken, waarom is dit kind aan het janken? Ik ben de kast van June aan het uitzoeken. En hier liggen zeg maar allemaal babyspulletjes in die ik had bewaard voor June. Die van Nela zijn geweest. Die zij dan misschien nog zou passen toen ze geboren werd. Maar Nela is natuurlijk heel klein geboren. En June niet. Die was echt een hele grote baby. Maar ik pak net kleertjes erbij. Ik schiet hem toch partij vol. Ik bedoel, kijk nou hoe klein. Ik kan je toch niet voorstellen dat ze gewoon al 3 is. En dat June gewoon dit jaar 1 wordt. Goed, ik ga mezelf even bij elkaar rapen en dit afmaken. Want ik heb nog behoorlijk wat spullen om uit te zoeken. En June ligt trouwens achter mij te slapen. Dus vandaar dat ik wat zachter praat. Kijk, en deze wil ik echt nooit meer weggooien. Deze ruikt gewoon nog naar Nela toen ze baby was. En dit soort kleine rompertjes. Forever ga ik dit bewaren. Goedemorgen! Goedemorgen! Zijn jullie lekker aan het eten? Ja! Echt? Lekker? Ja! Ja! Lekker! Mag ik mijn tutje openmaken? Ja, ik ga jouw tutje openmaken. Goedemorgen, het is de volgende dag en wij gaan de kindjes wegbrengen en daarna naar de aannemer. En ik dacht, ik laat jullie heel snel even zien wat ik vandaag aan heb. Ik draag een nieuwe blouse van mijn eigen webshop Mila Moon. De leren legging is ook van Mila Moon en de laarsjes ook. En de jas is van H&M, maar echt al best wel oud. Dus dat is de outfit of the day en nu gaan wij weg richting aannemer. We hebben de kids net weggebracht en zijn net aangekomen bij de aannemer. En gaan hier de laatste keuzes maken voor ons huis. Echt zoveel zin in. Je mondkapje? Je mondkap? Ja. Okay. De welbekende trap, jongens. Hier zijn we laatst ook geweest. En nu weer voor de laatste puntjes op de i. Het leukste gedeelte, dus ook de binnenkant, volgens mij gaan we nu allemaal uitzoeken. Dus de dingen die via de aannemer gedaan gaan worden. Kijken of er niemand is. We zijn inmiddels weer terug van de aannemer. En Dwayne is nu heel even naar de praxis, maar ik dacht ik ga jullie heel even updaten over hoe het is gegaan. We zijn heel blij, want we hebben nu ook dingen besproken waar we nog niet aan hadden gedacht. Dus gewoon van die extra dingetjes voor de buitenkant van het huis.
ja, hoe we de kozijnen gaan doen. Dat soort dingen hebben we nu allemaal op zwart-wit staan. We hebben ook even in de showroom gekeken van de aannemer waar ze ook de deuren hebben staan. We hebben wat folders meegekregen. Zodat we toch nog de laatste dingetjes kunnen bekijken. Wat we willen voor de binnendeuren. Maar ook gewoon heel veel dingetjes aan de buitenkant waar we nog aan moesten denken. En wat we nu eventjes nog rustig de komende tijd kunnen laten aanpassen. Dus dat is in ieder geval weer een stap die gezet is. We hadden ook meteen even gevraagd wanneer ze kunnen gaan bouwen. En ze schatten april, mei. Dus dat is ook al best wel snel. Ze hebben het echt gigantisch druk overal. Überhaupt in de bouw loopt het helemaal over. Dus ik ben al lang blij dat we dit jaar nog aan de beurt komen. En anders was het ook niet erg geweest. Want we zitten natuurlijk straks in een hele fijne tussenwoning. Maar goed, we willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk naar dit droomhuis. En lekker aan de slag gaan. Dus ik ga me nu weer in mijn oude kleding hijsen. En dan gaan we naar de tijdelijke woning waar we dan weer gaan klussen. Oh, ik zet jullie even neer. Want ik ga weer aan de slag hier. Ik heb dezelfde verf als die ik beneden heb gebruikt. Van Pure and Original. En die gaan we nu doen in de wanden van één slaapkamer. We weten nog niet zo goed wie hier gaat slapen. Maar deze wand was best wel beschadigd door gaatjes in de muur en zo, dat soort dingen. Dus we dachten, ja, gaan we hem dan ook helemaal wit maken? Of gaan we ook gewoon één van de kamers een kleurtje geven? Dus dezelfde kleur als beneden. Dus dit wordt dan de kamer waar we dat gaan doen. Deze kamer heeft ook echt heel veel lichtinval. De andere kamer ook, omdat we een soort van balkon hebben. Dus grote raampartijen. En dan vind ik het ook wel mooi om wat iets van een kleurtje op de muur te hebben. Want anders is het zo wit en ja, te clean allemaal. Dus ook al is het een tijdelijke woning, wij houden we echt van klussen en interieur. Dus we willen het wel gewoon gezellig maken allemaal. En dat we lekker in het huisje kunnen verblijven de komende tijd. De kleur ga ik even roeren. En Dwayne is trouwens beneden aan het zagen voor kastdeurtjes die we zelf maken voor de keuken. Want we hebben natuurlijk een voorraadkast en daar moeten kastdeurtjes op komen. Want het is zo'n open kastje, dat vind ik niet handig. Dus daar is hij dan mee bezig en ik ga even kwasten. En het scheelt dat deze verf gewoon heel klakkeloos aangebracht kan worden. Omdat het kalkverf is. Dus de eerste laag doe je gewoon een beetje zo naar beneden. Hier en daar een beetje crisscross. En de tweede laag doe je meer zo. En die dun je dan ook uit. Maar de eerste laag moet wel even goed aangebracht worden. Omdat je anders al van die witte stukken er tussendoor ziet. Dus op zich is het een makkelijke verf. Maar ja, je moet wel altijd echt twee lagen doen. Anders zie je dat effect niet van die betonlook. Dat kalk effect. Wat we eigenlijk ook in ons huidige woning hebben. Alleen hebben we thuis echt beton stukwerk en dit is dan gewoon kalkverf. Nou jongens, ons huis wordt meteen goed beveiligd. Helemaal blij mee, toch? Ja. Komt zelfs een, hoe heet het, een rookbom? Rookbom. Oh, jouw rookgordijn. Hoe heet het nou, rookgordijn? Oh ja, nou dat komt er zelfs. En camera's. Dus voor ons een veilig gevoel straks. En de schilder is ook lekker bezig geweest. Die heeft net de deuren zwart geverfd. En de kozijnen, het moet volgens mij, moet het nog een laagje of niet? Drogen. Nog drogen. En dan kunnen ze weer teruggeplaatst worden. En dit is ook allemaal zwart gemaakt. Dus dat is nog allemaal een beetje nat. En hier is Dwayne bezig geweest met de voorraadkast. Daar heeft hij een vloertje ingelegd die we nog over hadden. Dus dat zit nu hier. En boven ben ik lekker bezig met verven. En voor degene die ook een huis willen beveiligen, contact eventjes Noah. En ondertussen is mijn wandje aan het drogen. Hij is op heel veel plekken nog nat, zoals je kan zien. En dan ga ik morgen of overmorgen de tweede laag doen. Maar dat zie je dan wel in een van de volgende vlogs. Want ja, ik denk niet dat ik morgen nog verder ga filmen. Maar in ieder geval is dit hoe het er nu uitziet. En met de tweede laag is sowieso veel mooier. Dus
Dat komt later. Ik ben net klaar met klussen. En ik bedacht me net dat ik jullie nog helemaal niet had verteld over hoe dat precies zit met ons huis. Heel veel jullie hadden namelijk onder mijn vorige vlog gereageerd. Ja, waarom ga je überhaupt geld steken in een tijdelijke woning? Waarom zou je dat überhaupt doen om te klussen en allemaal nieuwe dingen erin te zetten, zoals een keuken? Nou, wij hebben deze woning gekocht. Het is geen huurwoning, want wij zouden eigenlijk in eerste instantie wel een huurwoning gaan zoeken. Maar ons werd gewoon geadviseerd om dat niet te doen als er ruimte is om nog een extra hypotheek erbij te nemen. Dan kan je natuurlijk gewoon veel beter een kleinere woning erbij kopen. Omdat het ook gezien wordt als investering. En als je een huurwoning gaat huren, dan gooi je in principe ook natuurlijk gewoon heel veel geld weg. En voor ons is dit gewoon een veel betere investering om dit zo op deze manier te doen. En wij vinden het natuurlijk zelf ook gewoon fijn om in een prettige tijdelijke woning te zitten. Want we weten niet hoe lang we hier gaan wonen. Dus wilden we het wel lekker of fris maken. Die keuken was gewoon echt, nou, viel bijna uit elkaar. Dus we wilden gewoon een nieuwe keuken erin. Hebben voor heel goedkoop een mooie rechte keuken gevonden. En de vloer hebben we ook kunnen regelen, thanks to luxury floors. Daar ga ik jullie binnenkort meer over vertellen. Dus al met al hebben we voor een heel klein budget toch een veel leukere woning dan we ooit hadden gedacht. Want het is natuurlijk best wel lastig om tegenwoordig voor een mooie prijs een leuke woning te vinden. En we hebben gewoon heel veel geluk dat het überhaupt mogelijk was om onze hypotheek, om nog een tweede hypotheek te nemen, zeg maar. Ik ben blij dat we deze keuze hebben gemaakt. En dan is het voor jullie ook gelijk helder wat we nu allemaal aan het doen zijn en waarom we deze woning dus opknappen. Want ik vond wel dat ik dat eventjes kon uitleggen, aangezien er heel veel vragen onder mijn laatste vlog waren. Nou, oké, mijn hersenen werken niet meer naar behoren, dus ik ga snel naar de kindjes toe. Ik heb ze ook echt gemist na zo'n hele dag klussen en afspraken in de weer. Goed, ik ga naar ze toe racen. Eentje ligt heerlijk te slapen hier in het stoeltje. En daar zit één boefje koekjes te eten. Lekker? Ja. Dat is toch wel de liefste hoor. Teentjes. Wij zijn helemaal gaar. Liggen eindelijk rustig in bed. Net gedoucht. Kindjes slapen. Dus wij gaan ook gewoon lekker slapen. Morgen weer zomaar, okay. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen gaan Ben en ik een paar uurtjes even klussen. Dan komt mijn moeder hier. En dan gaan we de rest van het weekend gewoon chillen met de kids. Want het wordt ook super mooi weer. Dus daar willen we ook van gaan genieten. Dus ik sluit deze vlog af. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!